Ja, in deze roerige tijden hebben wij ook behoefte aan fact-checks. Want iedereen kan natuurlijk maar van alles en nog wat roepen. En misschien dat de overheden en experts elkaar ook nog tegen zouden kunnen spreken. Dus wij vonden het een goed idee om eigenlijk wekelijks zo'n fact-check te doen over het nieuws. En we hebben arts-microbioloog Mark Bonte van het UMC Utrecht aan de telefoon. Goedemiddag, meneer Bonte. Goedemiddag. Fijn om bij u even te checken. Een interview was er vandaag in de Telegraaf met een Duitse arts-microbioloog, Alexander Kelulee, als ik het goed uitspreek. Die heeft een exit-strategie voor de lockdown bedacht. En die zegt, ja, als je nou gewoon de zwakkeren beschermt, afstand blijft houden en gewoon die jonge mensen tussen de 20 en, nou, laten we zeggen, pakweg 50, gewoon weer laat meedraaien in de samenleving, dat zou best wel kunnen als exit-strategie. Is dat een feit dat eigenlijk nou best een gering risico is om relatief gezonde, vrij jonge mensen toch maar gewoon weer aan de slag te laten gaan? Nou, ik ken de goede man verder niet. Hij heeft het ook niet zelf bedacht, hoor. Dit is al een theorie of een manier die al veel eerder gepropageerd is. Theoretisch klopt het allemaal wel, hè? Je beschermt de oudere mensen die de hoogste risico's hebben. Je laat de ziekte rondwaren bij de jongeren, waarbij je dan eigenlijk weinig ziekte zult aantreffen. Dus ook, daar zullen ook weinig mensen sterven. Dat is allemaal waar, allemaal prachtig, zolang je die twee groepen heel erg goed van elkaar zou kunnen scheiden en het plan ook uitvoerbaar zou zijn. Dat is nog wel een ander verhaal. Hoe moet je dat dan precies doen? Hoe zorgen dat die ouderen dan helemaal geen contacten hebben met de jongeren? Is het überhaupt ethisch om het op zo'n manier te doen? Dat zijn allemaal vragen die nog niet beantwoord zijn. Dus wat dat betreft, ja, het is een interessante optie. Of dat een van de strategieën wordt die uitgevoerd gaat worden, dat weet ik niet. Maar het is wel interessant dat het dus heel erg ook over ethiek gaat in de oplossing van de coronacrisis, hè? Ja, het wordt nu steeds meer. Kijk, in het begin hoorde je de microbiologen en de virologen uitleggen wat dat virus doet. Nou, dat weten we inmiddels wat dat doet. Vervolgens de epidemiologen om ons te vertellen hoe de epidemie zich al ontwikkelen en wat de interventies gaan doen. Nou, dat blijkt gelukkig ook nog te kloppen. En de volgende vraag is, de grote filosoof Jort Kelder is daarmee begonnen om te zeggen van, ja, wat mag dit allemaal kosten en voor wie doen we dit eigenlijk allemaal? En dan kom je toch op ethische vraagstukken uit. En je ziet langzaam maar zeker dat de discussie zich daar naartoe verplaatst. En dat is inderdaad hard nodig nu. Ja, worden de geesten rijp gemaakt door virologen om langzaam maar zeker toch naar een beetje meer normaal te gaan? Nou, dat zijn vooral de economen die dat willen. Die hebben een duidelijke, Hans de Boer noemde dat, we moeten gaan gas geven, geloof ik dat dat heet, met de economie. Dus dat zijn de belangen die vanuit die hoek ingebracht worden. En die moeten natuurlijk afgezet worden tegen de belangen die er zijn voor de ouderen en kwetsbare mensen, om die te beschermen tegen dit dodelijke virus voor hun. Iets anders. Het mondkapje, daar gaat het steeds over. Er wordt nu heel veel geld gestoken in bedrijven die dat alsnog ook vanuit Nederland dus zelf gaan maken in grote hoeveelheden. De artsen-microbioloog uit Duitsland die zegt, ja, een mondkapje raad ik toch echt wel aan in kleine, slecht geventileerde ruimtes. En voor de rest is het onzin. Is dat een feit dat voor de rest onzin is en toch wel een heel goed idee in kleine, slecht geventileerde ruimtes? Hallo? Ja. Ja. Ik hoor u even niet. Oh, dat is jammer. Zouden wij daar iets... Ja, had u de vraag wel gehoord over het mondkapje? Het ging over de mondkapjes. En over de mondkapjes is heel veel gesproken, inderdaad. Daar zijn niet zo heel veel feiten over. We weten daar niet heel precies wat het nu wel doet, wat het nu niet doet. We weten in elk geval dat we onze zorgmedewerkers goed willen beschermen. Dus daar raden we het zeker aan om het te gebruiken. Hoewel we ook daar niet keiharde evidence hebben, zoals we dat noemen, wat nou daadwerkelijk de bijdrage van die kapjes is. Of nou iedereen met zo'n kapje over straat moet gaan lopen en in huis zo'n kapje moet gebruiken, daar is veel minder bekend over. Dus ik doe het zelf in elk geval niet. Nee, nou dat zegt misschien wel wat. Maar in Azië vonden ze het wel heel belangrijk om dat te blijven doen. Daar deden ze het ook vooral voor de luchtvervuiling. En dat
daar waren ze eigenlijk al heel erg gewend. Daar liep eigenlijk altijd iedereen, of heel veel mensen, al met zo'n kapje rond. Hier in Nederland is dat niet zo. En ik zie nu ook in het straatbeeld eigenlijk heel weinig mondkapjes. Ja, dat ben ik met u eens. Ik zie het ook heel weinig. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het verband tussen luchtverontreiniging en corona. Dat klopt? Dat zal zeker onderzocht worden, ja. Want dat, hoe moet ik dat voor me zien dat er een kausaal verband tussen is? Nou, ik weet niet of het een kausaal verband is. Maar kijk, de virussen infecteren de longen. Als je hele goede longen hebt, dan kun je wel een stootje hebben. Als je al hele slechte longen hebt, dan is dat moeilijk. Luchtverontreiniging is ook een aanslag op de longen. En kan als het ware dus longen vatbaarder maken voor schadelijke effecten van infecties. Dus wat dat betreft zou er best een relatie kunnen zijn tussen de mate van luchtvervuiling die ergens heerst en de mate waarop mensen infecties kunnen krijgen van de longen. Dat zagen we vroeger al bijvoorbeeld bij de mijnwerkers. Die hadden extreem slechte longen. Nou, die kregen ook allemaal heel veel longinfecties. Ja, okay. Maar het is niet zo kunnen. Dat een virus, ja, ik ben geen viroloog, dus ik heb geen idee, maar dat een virus zich zeg maar vastklampt aan aan stikstof of fijnstof, dat is niet zo. Zo werkt dat nee, niet. Zo zou het niet gaan. Ik denk meer dat de longen verhoogd gevoelig zijn doordat ze al aan meer schade zijn blootgesteld. Er is nog iets wat beweerd werd. Is het waar of niet dat per regio mensen mogelijk andere klachten hebben? Dus zeg maar meer hoofdpijn in Noord-Holland of juist meer keelpijn. Dus dat afhankelijk zou zijn van waar je woont, wat voor klachten je hebt. Nou, dat wordt en ik kan me er ook niks bij voorstellen. Nee, gewoon onzin. Nou, dat weet ik niet. Ik zou graag de gegevens zien waarop het gebaseerd is. Dan kan ik er iets van vinden. Ja. Maar mijn eerste reactie is, ik kan het me niet voorstellen. Dat zo zou werken. Nee, het zou ook, Het komt niet bekend voor. Nou, hartelijk dank voor de uitleg. Mark Bonte, microbioloog bij UMC Utrecht. En hopelijk tot volgende week. Er was al een crisis op de